Harmonievereniging Excelsior uit Warnsveld. Excelsior is opgericht in 1923 en zal volgend jaar dus haar 90-jarig jubileum vieren. Excelsior bruist van energie en heeft zich de afgelopen jaren vooral op de jeugd gericht. De vereniging telt momenteel 65 enthousiaste leden. Naast het harmonieorkest beschikt de vereniging over een slagwerkgroep, een groep majorettes, een blokfluitgroep en een leerlingenorkest. Vanzelfsprekend kan iedereen lid worden van een van deze groepen. Naast deelneming aan concerten en uitvoeringen laat Excelsior zich meerdere malen per jaar horen in Warnsveld of in de nabije omgeving, bij optochten of serenades. Dirigent van het harmonieorkest is Geert-Jan Dijkerman. Meer informatie over deze bruisende vereniging vindt u op de informatieve website. Uw aandacht voor Harmonievereniging Excelsior uit Warnsveld onder leiding van dirigent Geert-Jan Dijkerman. Thank you.
Nemo Susato, waarin de hedendaagse Belgische componist Jan van der Roost zijn renaissance landgenoot Tielman Susato eert en diens thema's in een overkoepelend Belgisch jasje steekt. Het werkje was destijds een opdracht in 1997 voor de Bandmasters Dirigentenkliniek in Nemo Nosato in Japan in 1997. Het volgende werk op het programma is Scandinavia. Een vierdelig werk waarin, zoals de titel al doet vermoeden, vier Scandinavische landen de revue passeren. Lapland, met zijn rendieren en religieuze sferen. Zweden, waarin de muziek bij volksfeesten wordt gepresenteerd. Noorwegen, met natuurlijk de herinnering aan de grote componist Edvard Grieg. En tenslotte Denemarken, met uitgelaten vreugde en dans. Overkoepelend thema in dit werk is de melancholie van Scandinavië. De laatste twee werken van het programma van Excelsior zijn wat losser van karakter. Thinking of You is a Ballad, waarin Heidi Schicht de prachtige solo op altsaxofoon zal spelen. En Atlantic Avenue is op een dag als vandaag meer een wishful thinking. Surfen, zand, sunshine uit de 60s en de 70s van Amerika. Thank you.
Thank you.